De 35e editie van de Nijmeegse Herenzitting vindt aanstaande zondag plaats in Concertgebouw de Vereniging. Een stijlvol gala voor de mannelijke carnavalisten. In aanloop hier naartoe ontmoeten verslaggeefster Dominique de organisatoren Bart en Colin. Met een mooie herinnering aan vorig jaar kijken ze uit naar de editie van dit jaar. Nou, vorig jaar kunnen we in ieder geval terugkijken op een fantastisch 34e editie. En in een hele lange traditie was dit weer een herenzitting zoals die hoort te zijn. Veel plezier en lol in de zaal. En wat ons vooral ook opviel was de afterparty. Ja, die was echt booming. Dus naast een goed programma hebben we nu ook wel de slag weten te maken om de herenzitting door te trekken tot in de kleine uurtjes, zou ik bijna wel willen zeggen. In de vereniging zullen ze ook aankomend weekend ruim 600 gasten ontvangen. Toch voorziet Colin, die het evenement ook presenteert, geen problemen als het gaat om het vasthouden van de knusse sfeer in zo'n grote zaal. Naarmate het programma vordert, zie je wel dat de mensen, en dat is ook de bedoeling, steeds meer plezier en lol krijgen. Maar goed, daar hebben we in de programmering ook wel rekening mee gehouden. En ik doe mijn uiterste best om de heren ook echt heren te laten zijn. En dat vraag ik ook gewoon aan ze. En tot nu toe geef ze daar prima gehoor aan. En wat ook wel fijn is, ik ken een heel groot gedeelte van onze gasten. We zijn allebei heel actief in het carnavalsleven. Qua sponsoring kennen we een hoop. Dus het voelt wel heel, heel eigen en heel natuurlijk. Op het moment dat je nou als buitenstaander een keertje mee wil draaien met de herenzitting, dat je erbij wil zijn, hoe kun je dan aan een kaartje komen? Want ik heb begrepen dat het vrij snel is uitverkocht. Het is gelukkig altijd uitverkocht. En ja, je komt niet zomaar binnen. Je moet of sponsor zijn of genodigde van een sponsor. Of je moet in het selecte clubje zijn dat je wordt uitgenodigd door een ex-prins. De kaartverdeling onder de carnavalisten valt al onder alle ex-prinsen. Die hebben recht op een aantal kaarten. En zo is de verspreiding voor die dag. Om alvast een tipje van de sluier te lichten, verklappen de heren onder meer alvast het thema van dit jaar. Geheel toepasselijk is dat 75 jaar Nijmegen bevrijd. Dat thema pakken we aan, dat kan natuurlijk ook dit jaar. Ook een heel een mooi thema. En de rest is het dans, zang, de buurtredeners, die ontbreken natuurlijk niet. Dat vinden de zaal ook erg leuk altijd. Dus van alles komt langs. Kijk, we werken volgens een redelijk vast stramien als het gaat om de programmering van de herenzitting. Want dat is gewoon, ja, ik zou bijna zeggen, cultureel zo bepaald, hè, in de 34 jaar die we tot nu toe de organisatie doen. Alleen, we proberen wel steeds wat verrassende elementjes erin aan te brengen. En dan de ene keer is dat een beetje in de nuance. En dit keer hebben we toch wel iets verrassends gedaan. En dat heeft ook een beetje te maken met de zijnde dorstlustige hoogheid. Maar daar gaan we verder niet te veel over vertellen. Maar dat is wel een leuke twist waar we toch afwijken van de standaard protocollen die we normaal hanteren. Zo'n groot feest en zoveel plezier. Hoe krijgen jullie het toch voor elkaar? Nou, omdat we gebruik kunnen maken van onze achterban. Dat is het convent van ex-prinsen. En we doen het natuurlijk niet samen alleen. We hebben een hele commissie. Met allemaal verschillende disciplines erin en mensen die van wanten weten en die er ook net als ons het hele jaar hun schouders onder zetten. En daar kunnen we gelukkig wel op terugvallen. Voor Bart is het ook extra spannend dit jaar, gezien hij nu niet als prins, maar als programmamaker deelneemt aan de herenzitting. Vooral op de geplande afterparty wordt hoog ingezet. Als op de afterparty gaat beginnen, dat zei Colin straks ook al, de afterparty wordt ook hoog ingezet. Ook echt entertainment, echt feesten. Hè? De dames komen dan vanaf 14:45 erbij. Dus dan wordt het een hele happening. Die komen de man ophalen, zeg maar. Dus ja, dan zit er natuurlijk al de stemming er goed in. Dus we zorgen dat de mensen echt een mooie dag hebben. Dat ze echt kunnen terugkijken van, nou, daar willen we volgend jaar weer bij zijn. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel succes met alle laatste voorbereidingen. En vooral ook heel veel plezier volgende week. Ja, dankjewel. We gaan er feest van maken.